Je kunt er de hele dag slapen. Je kunt er sporten. Je kunt er vergaderen met al je vrienden. Je kunt er in dit geval zelfs kippen voeren. En je kunt er de hele dag roomservice bestellen. Mag ik 2 maal menu Le Trognon alstublieft? Ik heb het natuurlijk over een hotel. In dit Van der Valk Hotel in Ridderkerk verblijven soms wel 1500 gasten per dag. En daarmee is het een van de drukst bezochte hotels van deze regio. Ja, en als je hier te gast bent, en daar betalen we natuurlijk ook voor, dan wordt alles hier heerlijk relaxed geregeld. Dankjewel. Maar hoe krijg je nou eigenlijk zo'n soepellopend hotel? Om daarachter te komen praten we met Christel, manager van dit hotel. Zeg Christel, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om zo'n groot hotel te runnen? Ja, we hebben 10 verschillende afdelingen, zoals bijvoorbeeld een receptie voor de hotelgasten, een salesafdeling, we hebben een groot keukenteam en we hebben ook een food and beverage afdeling voor het restaurant. En er zijn ook een aantal afdelingen die achter de schermen werken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de housekeeping, die de kamers helemaal schoonmaken, en een technische dienst. En jouw taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat al die afdelingen goed met elkaar samenwerken? Ja, dat klopt. Je kunt een hotel en andere organisaties vergelijken met draaiende raderen die van elkaar afhankelijk zijn. Als alle afdelingen hun werk goed doen, nou dan loopt alles gesmeerd. Maar als bijvoorbeeld de afwas niet op tijd is gedaan, dan kunnen de restaurantmedewerkers het eten niet op tijd opdienen aan de gasten. Of als de receptie een onjuist lijstje doorgeeft aan de housekeeping, dan maken die de verkeerde kamers schoon en zitten de gasten in vieze kamers. Nou, dan draait het hotel dus minder soepel. Leuk weetje! Het woord hotel komt van het Latijnse woord hospitalis, wat gastvrij betekent. En Christel, wat ik me nou altijd afvraag, wat moet je nou allemaal kunnen om in een hotel te werken? Het allerbelangrijkste is dat je het leuk vindt om iets voor iemand anders over te hebben, dat je gastvrij bent en dat je altijd lacht. Nou, dat kan ik denk ik wel. En ik zoek nog een baantje, dus mag ik het eens een keer proberen? Ja, natuurlijk. Leuk! Ja, dank je. Goeiedag. Oh, dit is niks voor mij. Laat mij maar lekker presenteren.